extreme outfits en glitter en glamour. Ja, tot 1974. Toen zorgde een grote man met een woeste haardos, een ruige baard en een rauwe stem voor die trendbreuk. We hebben hier het LV van hem liggen. We hebben het natuurlijk over Willem Duin, die met Maggie McNeil het nummer Ik zie een ster bracht en derde werd. Bij ons in de studio is dochter van deze legendarische Duin, de bijna net zo legendarische Bo Duin, die met Hendrik-Jan Bukkers trouwens een prachtige versie van haar vaders nummer bracht bij de collega's van Radio 2. Bo, goedemiddag. Goedemiddag, Bukkers. Je mag trouwens goed in de microfoon. Hallo, ben ik aanwezig? Ja, kijk eens aan. Ja, je bent zeker aanwezig. Ja, het is wel heel jammer dat we dat niet kunnen laten zien, want dan klapt YouTube eruit en die jongens gaan ingewikkeld tegenwoordig. Ja, dat is heel jammer, ja. Hey, weet je, collega Julian spijkert mij af en toe cultureel een beetje bij. Ik begrijp dat jij vandaag een piratenliedje tot leven hebt gebracht. Ja, ik hoorde het. Heb jij het ook al? Heb ik het af en toe? Nee, dat heb ik nog niet gehoord van jou. Okay. Nou, het nummer heet een Drentse met een tukker. Oh god. Ik weet niet, ken je hem nog? Dat is, het nummer gaat namelijk van ik kom uit Emmeren, kompas en ik uit Enschede. Goeiedag, wat heb jij een lange rit gehad of niet? Ja, echt hè. Ja. Maar wel een leuke rit. Ja, dat is altijd een genot om hierheen te rijden. Hè? Ja, want jij komt hier vandaan, hè? Ja, ik ben hier geboren. Althans, in Wierden geboren. Ja, en ik, heel grappig, ik reed er als klein kindje langs. Ja, zei je. Ja. We hadden het net over. Heel grappig. En dat huis, daar woonde een beroemde zanger. Ja. En elke keer als ik er nu langs rijd, dan denk ik, wie was die zanger nou toch ook alweer? Ja. Maar dat waren jullie. Ja, jullie waren wij. Ja, in de bossen. Super grappig is dat. Ja. Hey, hoeveel tukken zit er nog in jou? Ja, ik denk dat dat niet helemaal weggaat. Denk ik niet. Ik heb toen wij hier 22 jaar geleden gingen verhuizen naar Emmen, toen ik heb mijn ouders best wel boos aangekeken toen, want ik wou er eigenlijk helemaal niet weg. Nee. Maar dat blijft in je bloed zitten, denk ik. Ja. Denk ik. Dus je gaf het ook laat. Je komt hier nog steeds graag. Ja, heel graag. Hey, ja. Hoe oud was jij in 1974? Oh nee, ik kan niet rekenen. Toen was je er nog niet. Nee. Toen kon ik gewoon niet rekenen, want ik was er nog niet. Nee, je was er nog niet. Nee, ik was er niet. Nee. Nee. Maar op zich, je hebt natuurlijk herinneringen aan, nou ja, aan Ik zie een ster en alles zeker. Wat daaruit voortgekomen is. Zeker, toch? Ja. Zeker als klein kind. Ik bedoel, dat ben je ermee doodgegooid? Nou wel, als wij ergens in de stad liepen, was het van Ik zie een ster, weet je wel, altijd. Niet die grote handen? Nee. Ja, ook. Ja. Toen had hij ook een hit natuurlijk. En met het nummer Willem. Ja. Dat nummer dus. Ja. Die Ernst trouwens nu inmiddels al 2 dagen in zijn hoofd heeft. Omdat ik het heb gezongen voor hem. Ja. Leuk feitje tussendoor. Ja, heel leuk. Ja absoluut zo. Hey, wat heeft dat nummer, want dat winnen van een song, tenminste het derde plaats songfestival, het is natuurlijk niet winnen, maar toch een hele... Nou, verliezen van ABBA, hè? Dat vind ik toch wel winnen. Ja, dat is eigenlijk winnen. Daar heb je gelijk in. Ja. Wat heeft het voor je vader betekend, weet jij dat nog? Ja, jij was heel jong. Ja, ik denk wel heel iets moois en prachtig. En wat John net ook zei, die ken ik toevallig. Nou, dat... Maar dat mag je even toelichten, want dat is te leuk om niet te vermelden. Ja, nou, John die gaat sinds een jaartje met mijn moeder. Ja, dus die het is gewoon één groot songfestival bij jullie. Ja, het is één songfestivalbom hier. Maar als je het over dat songfestival... Ik zei het ook al in mijn aankondiging. Jouw vader was niet zo van de poeha, de dingetjes erop en eraan. Nee. Heb ik trouwens een korte anekdote, kan ik even brengen. Heel leuk. Want dat is van mijn opa Roelof. Mijn opa heeft in het verleden een discotheek gehad. Daar trad Willem dus ook wel eens op. En hij kwam daar aanzetten in een joggingsbroek, een wat oude t-shirt met wat vlekken erop en een boodschappentassie. Zoals hij dat dan zelf noemde. Waarna mijn oma Betsy vroeg, moet jij je eigenlijk nog omkleden? Ja, Willem reageerde erop, nou is dit dan niet genoeg wijfie? Met een hele grote glimlach op zijn gezicht. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Ja. Dan is hij zijn oude kloffie het podium opgedoken. De microfoon gepakt en luidkeels toen gezegd. Geen Roberto Giacchetti en de scooters vanavond. Maar jullie moeten het met opa Duin doen. Tekent dat jouw vader ook een beetje? Ja, tuurlijk, zoals hij was. Ja. Gewoon zoals hij was. Gewoon, echt een oude kloffie aan en je komt er voor de muziek. Ja, niet te veel poespas. Gewoon nemen zoals ik ben en hier sta ik. We zijn allemaal mensen. Ik ga voor jullie even jodelen. Heel zo. Ja, dus, dus dat was geen imago, maar zo was hij thuis. Zo was hij thuis ook, ja. Ja. En heb jij dat ook overgenomen? Ja, ze zeggen het wel. maar ik denk dat het ook automatisch ook allemaal zo een beetje gaat. Ook overnemen wil ik niet zeggen. Het speelt bij ons thuis allemaal. Mijn broertje is net zo een beetje... Ja,
Weet niet. Ja. Weet je, dat... Beschrijf dat eens, die jouw jeugd en dat gezin waar jij in opgroeide. Wat voor soort gezin was dat? Ik had een hele leuke jeugd. Ik had een broertje nog onder me. En we woonden toen destijds in Almelo. En mooi buitenaf, lekker veraf. Maar gewoon vrijheid, blijheid. Ik heb een hele mooie jeugd gehad. Echt waar. Ja. Vrijheid, blijheid. Wat voor man was jouw vader? Als vader, zeg maar. Wij kennen hem natuurlijk als zanger. Mijn vader was echt een kindervriend, weet je. Die was stapelgek op wat ons. Deed hij met je? Ja, ik zat de hele dag op zijn schoot. De hele dag. En pom, pom, pom. En weet ik het allemaal. Ik was wel een vaderskind, heel erg. Ja. Ja, ja. En hij deed ook heel veel met ons. Hij was natuurlijk ook veel weg, veel werken. Dat is wat ik bedoel. Natuurlijk heel erg aanwezig en veel weg. Maar als hij thuis was hij er ook. Dan was hij er ook, stapelgek op ons. Ja. Ja, en jullie op hem dan. Ja, heel erg. We hingen ook allemaal aan hem, hè. Ja. Ja. Ja, heel erg. En je moeder? Ja, mijn moeder was ook stapelgek op mijn vader. Ja, dat zien we hier. Want je zei hier... Wat voor vrouw was het? Jouw vader was een grote... Tenminste, in mijn beeld, als kind ook nog. Ja, ja. Was ook echt een grote man. Ja, was een grote kerel, ja. En die grote handen, dat klopt ook. Ja, dat klopt ook. Helemaal. Want jij zei dat deze single die ik hier heb, ook jouw moeder is. Is en dus moeder. Die zong ook. Dat is Little Eve, ja. Ja, dus jullie hebben volgens mij echt een enorm muzikaal... gezien, ja, of niet? Best wel. Ja. En we kunnen eigenlijk, als ik goed nadenk, allemaal een beetje zingen en wat spelen. Ja. En dat heeft gebleken deze week. Ja, ja, gaaf, hè? Is buiten je comfortzone? Ja. Vertel. Ja, man. Wat heb je gedaan? Ik ging naar BNN in Ahoy daar. Even jodelen, even zingen. Even jodelen, even zingen. Ik ben uitgenodigd. Want jij zei van, ik ben de dochter van Willem, weten jullie nog? Ja, nee. Dat is, was dat maar zo? Nee. Nee, ik werd uitgenodigd door Martine. Martine? Ja, dat is de dochter van Martin Jansen, de oud-manager van Normaal. Ja. En nu van Bukkers. Oké. Okay. En die zegt tegen mij van, luister, ik wil je wat vragen. Het is best wel tof en groot. Je mag geen nee zeggen. Nou ja, ik kan tegen Martine geen nee zeggen. Dus ik was al direct verkocht. En toen hoorde ik dat en toen dacht ik van ja. Maar wat hoorde je? Wat ik mocht idee? Of ik mee wou doen met Waaraan? Bukkers. Met Bukkers? Ik zie een ster zingen. Oké. Okay. Maar dan Rocky en we gaan ervoor en knallen met die hap. En toen? Ja, ik ga dat doen. Weet je? En ik dacht van, ik wil dat zien, ik wil dat meemaken. Het is niet zoals in die tijd natuurlijk, maar ik ben er wel even geweest. Vond het heel gaaf, ja. En jij hebt Ik Zie Een Ster gezongen? Ja, samen met En hoe vond je dat? Ja, tuurlijk, ik vond het wel spannend, weet je. Want ik, ja, grof gezegd, werd een beetje het woord leeuw gegooid. Van er staan. Ik heb zelf niet veel ervaring erin. Ik heb wel wat koorwerk en reclamewerkjes en spotjes hier gezongen en zo. Maar voor de rest, ja, het is iets nieuws eigenlijk. En ik ging er staan en het voelde lekker. En de tweede keer ging ik repeteren, voelde nog lekkerder. En de derde keer, vierde keer, nou, toen ging het wel weer, weet je. Het smaakte elke keer naar meer. En hoe span ik het ook al vond, maar het was te gek. Ja, echt een belevenis. Ja. Misschien ook, we hadden net John hier, hè, popmuziek een soort van late roeping. Ja. Het zou voor jou ook nog eens kunnen gebeuren. Ja, wie weet. Kan ja, altijd nog. Ik bedoel, ik vond dit al zo'n grote stap. Ja. En ik ben niet echt een... Ja, van de buitenkant kun je het niet zien, maar van de binnenkant ben ik best wel een beetje onzeker over mezelf en over mijn dingen die ik doe. Maar ik hoor van de meeste mensen dat ze altijd wel positief zijn. Dus dan wordt het tijd dat ik dat maar een keertje ga aannemen. Dus ook om heel eerlijk te zijn, moeten we nu ook dezelfde vraag aan Bo stellen. Mocht er een achtergrondzangeres naast Amélie in elkaar zakken, uiteindelijk wel goed terechtkomen, kunnen ze je bellen? Ja, man! Bo Duinen, tot je service. Ja, dat ga ik doen. Maar nog heel even over dat nummer. Want ik begrijp dat toen jouw vader overleed, dat ook op het grafsteen... Ik Zie Een Ster is gebeiteld. Nou, niet op het grafsteen, want hij is gecremeerd. Maar op de kaart stond. Ja, op de kaart. Ja, ja. Wat betekent die tekst, het liedje, maar ook gewoon de zin van Ik Zie Een Ster. Wat betekent dat voor jou op een persoonlijk niveau? Ja, die ster is hij. Ja. Ik heb toen ik thuis kwam, dat liedje had gedaan, kreeg ik ook heel veel mensen van Ik Zag Een Ster. Weet je, gingen ze allemaal van die mooie teksten. Maar die ster, hij is onze ster. Ja. Dat is ook altijd geweest. Dat hebben we ook altijd gezegd. Iedere dag nog voor jou? Elke dag. Ik denk dat ik elke ochtend wel opsta en dan denk ik aan hem. Je staat ermee op en gaat mee naar bed. Maar ik denk dat het voor iedereen wel zo geldt. Weet je? Het is gewoon vreselijk als je zo iemand moet verliezen. Het is gewoon... Ja,
Hoe, mag je niet zeggen. Nee, maar ik snap wat je wil gaan zeggen. Volgens mij, gevoel. Ja. Ja, snap ik. Hoe lang geleden is hij overleden? Is nou 17 jaar geleden. Ja. Ja. En toch nog elke dag. Elke dag. Je wordt er ook elke dag mee geconfronteerd. En weet je, vooral als ik even naar mijn moeder ga. Het huis staat ook al 17 jaar. Hij was altijd het klussen thuis. Nou, dat staat ook al 17 jaar stil. Dus je komt daar binnen en het is direct van, ja, pa. Want jouw moeder woont nog steeds in Almelo? Nog steeds in Roswinkel. Woont ze. Oké. Ja. Maar een plekje waar jouw vader is overleden ook, zeg maar. Ja, dat is het oude huis. Ja. Hey, ga jij kijken morgenavond? Ja, natuurlijk. Ja, dat ga ik met mijn moeder doen. Het hele zootje. Dan gaan we lachen. John erbij. Ja, John erbij. Nee, die kan niet volgens mij. Maar dat maakt niet uit. Jongen. Ja, het is een... Dan moeten we nog maar even over praten na de uitzending. Ik zie alles, die man. Hey, leuk dat je er was, Bo. Ja, joh, top. Even wat herinneringen ophalen. Ja. En misschien een vooruitblik naar de toekomst. Ik ben heel benieuwd wat dit lijkt gaat me echt helemaal vet. Bukkers luisteren. Deze dame wil meer. Bukkers! Ja.